Inmiddels onderweg met de bloemen voor de paus. Die komen daar donderdag aan. Maar er moet nog wel heel wat gebeuren, hè, voor die tijd. Of tenminste, voordat het zondag is, bedoel ik. Wordt er keihard gewerkt. Ja. Ja, precies, want dan wordt er keihard gewerkt. Want dan moeten namelijk de planten en bloemen op donderdag gelijk bewaterd worden. Op vrijdag worden er arrangementen gemaakt, dat is ook een hele klus. En ik heb begrepen dat de beplanting van het grote Sint-Pietersplein op zaterdag gebeurt. En op zondag is dan de afwerking en een laatste controle. En worden de bloemen geplaatst op het balkon van de paus. Nu bent u arrangeur en u gaat ook voor de 25ste keer naar Rome. Zo'n goede voorbereiding. Wat kan er nou nog misgaan? Ja, bijna niets. Het enige wat vervelend zou zijn als het echt regenachtig weer was. Dat je dus op het plein in de regen staat te werken. Dat hebben we op al die jaren pas twee keer gehad. Dus wat zijn de voorspellingen? Die zijn, middelmatig. Dat weten we nog niet precies. Maar ik denk, met een beetje geluk begint het in de namiddag te regenen. Ja, en mogen ze trouwens in Rome nog zich bemoeien met de vormgeving? Mag het Vaticaan daar nog iets over zeggen? Nou, het is wel zo dat ze natuurlijk invloed in hebben. Op het laatst kunnen er kleine details verwisseld worden. Door zoals een spreekgestoelte wat net 1 meter naar links moet. Maar geen grote veranderingen, nee. In principe staat het gewoon vast. Ja, het staat vast. Maar we hebben hele goede contacten die opgebouwd zijn door de jaren heen. Dus ja, echte veranderingen die van tevoren zijn de dingen goed doorgesproken. Ja. Is het natuurlijk een nieuwe paus, Franciscus. Gaat u hem ontmoeten? Ja, zoals het normaal gebruikelijk is wel. Maar ja, niets is vanzelfsprekend in deze wereld. Dus, maar we hopen natuurlijk van wel. En hoe gaat dat dan? Dan worden wij direct na de mis worden wij naar boven geloodst. En dan staan we dus in de audiëntiezaal. En dan na het Urbi et Orbi, dan komt de paus naar ons toe. En dan mogen we allemaal even bij hem komen, een handje. En bedankt. En even praten als we erin zitten. Met de vorige ging dat goed in het Duits. Mijn Spaans is niet zo goed, dus ik weet niet hoe dat gaat. Ja. Maar het is voor u een 25-jarig jubileum, dus dat zou extra mooi zijn. Ja, het is de derde paus waar ik bij kom. Ja. Gaat de paus deze keer weer bedanken voor de bloemen in het Nederlands? We hopen het. We hopen het, ja, maar ook dat is iets wat we af moeten wachten. Maar dat zou natuurlijk wel mooi zijn om dat weer te horen. Ja. Okay. Nou, dat wachten we dan samen met u af. Perfect. Dank u wel. Ja, dank u.